c'est joli les petites transats que tu fais couleur. À mon avis, il y a un jeu. Tu vois, il y a des nuages. Kijk, het is een oud ambacht. En oud ambacht wil zeggen, we maken zelf touw. Ik koop touw. En dat is dit. Kijk, dat is zo dun. En dan hebben we een touwmachine. Die staat op tafel normaal. Maar omdat het touw verder opgeslagen wordt, heb ik dat niet bij me. Daar maak ik dan een draad van. En van die draad maak ik dan weer wat moois. En dat is dus het touwtje van de bel. Dit is jutte, dus waar zeg maar zakken van gemaakt worden. Dat is hetzelfde. Je begint dus zo, met een dunne draad. Dan sla je er twee. Sla je er dus acht. Het gaat allemaal op vier haken tegelijk. Dan heb je een mooi touw. En dan maak je weer een mooi bellenkoord van. En dat ligt een beetje aan de dikte van het touw. Wat je voor een dingetje gaat maken. Ik heb het nog dikker, maar die zit dan in de touwmachine zelf. En of het nou kunststof is, of dat het nou garen is, of gewoon vlas. Het is het mooiste. Het blijft mooi spel. Ja, nou, en we hadden het net een beetje over de leeftijd. En dan ga ik toch wat vertellen. De meeste mensen, als ze dit zien, en als je aan het filmen bent en je kijkt, dan zeggen ze, oh, dat is het allemans eind. Ja, nou. Dit is niet het allemans eind. Dit is het touwtje van de bel. En het touwtje van de bel, daar mag eigenlijk niemand aankomen. Alleen de matroos van de wacht of de luifel. Het allemans eind is simpel wat wij tegenwoordig gebruiken als wc-papier. Oftewel, de matrozen gingen voor aan lei of loepzijde. Dat lag dan hoe de wind was uiteraard. En dan deden ze alles overboord en haalden ze het touw omhoog. En daar maakten ze de onderboel mee schoon en gooiden ze het touw terug. En de schiemanswerker, zoals ik als hobbyist ben, die had altijd pest in, want de dolfijnen vraten het onderstuk van het touw altijd op. En de kapitein, die had een eigen achterin. En dat is het allemaal zijn. Dus een stuk touw waar je dus de boel mee schoon kan houden. Dus... Nee, gezegd, het is ook milieubewust ook. Ja, ook. Maar als je dat dan aan mensen vertelt die er hele leven lang bij de marine hebben gezeten, en die klappen dan dubbel van het lachen, want dat hebben ze nooit geweten, dan denk ik, nou, dan is mijn dag weer goed. Thank you.
Hoe lang doet u dit dan? Ik ben begonnen als welp, als klein kind, als achtjarige. En daarna ben ik baloe geworden bij de padvinderij. En dan kom je bij de zevenkenners en dan word je stuurman bij de zevenkenners. Nou, dan ben je getrouwd en stop je een tijdje en dan pak je het weer op als hobby. En ik ben eigenlijk 31 jaar lang leraar geweest in EHBO en BHV en reanimatie. En dit is altijd mijn hobby gebleven. Dus ik heb niks met de scheepvaart te maken. Ja, ik ben deskundig in de passagiersvaart. Maar dat zijn die Rijnschepen. En dan train je de kapitein en de huttenmeisjes. Train je dus in het veiligheid van het schip. U creëert dit soort dingen. Waar haalt u inspiratie vandaan? Nou, dat was ik al vroeger. Als ik een kind van 4 jaar deed ik het al. En dan maakte ik ze van hoepelstokken en van booms van tonnetjes. En zo is het begonnen. En ik zie ook, u bent ook heel precies als het gaat om het maken. Ja, ik maak ze precies na. En ik heb er 100 thuis staan in mijn kamer waar ik werk. En u gaat ze nu verkopen, is dat niet moeilijk? Nou, verkopen is, ik ben eraan gehecht, maar als ze er eentje willen kopen, is er altijd over te praten. Okay. En deze schepen, heeft u deze soort ooit eens gevaar? Of ik heb altijd gevaar, heb ik. Ja. Okay. En in de bagger heb ik altijd gezeten. Oké. Okay. Dat zijn dit mooie bootjes dan. Ja. Ja. Maar voor die andere. Ik weet niet waar we heen gaan.
Dankjewel. Peter en zijn mannen hebben dit weer fantastisch neergezet. En natuurlijk het pronkstuk van vandaag, de Zeldzame Gezinsdagen. Met uw gevolg plaatsnemen in de zeldzaam. Goedemorgen. Ik ken die stem. Ja, we hebben nu ook wel heel lang oud als u mijn stem herkent. Nou jongens, mooi stukje werk. Complimenten.
Echt oud handwerk. Alle genoten en allen die van heinde en ver gekomen zijn om vandaag een bijzonder moment mee te maken. Een historische gebeurtenis in de geschiedenis van Scheveningen. De ingebruikneming van de zeilwagen van Simon Stevin. Ik bevind mij in een beroemd gezelschap van hoogmogende heren en één dame. Naast mij de hoogmogende heer zijn hoogheid prins Maurits. Prins Hoogheid, hoe is het om hier na 400 jaar in Scheveningen te zijn? Ik antwoord pas als ik een daverend applaus heb gehad. Dat weet u. Ik denk dat ik er goed sta. Wat was de vraag ook voor u? Ja, u bent al oud natuurlijk. Wat is het en wat gaat er door u heen om nu na 400 jaar in Scheveningen te zijn? Nou, ik vind het heel bijzonder. Want in mijn levenstijd ben ik nog nooit in een stadsdeel geweest. En ik heb begrepen dat Scheveningen dat ondertussen is. Zo voelt het overigens niet aan, kan ik u vertellen, meneer De Wit. Geef nog eens een applaus voor de heer De Wit. Landgenoten, dorpsbewoners, welkom. Het is mij een meer dan grote eer om, na ruim 400 jaar, vanuit Delft, even opgestaan te zijn om hier vandaag in uw midden bij deze prachtige nieuwe zeilwagen aanwezig te mogen zijn. In het gezelschap van enkele notabelen. Wilt u ze nog even introduceren allemaal? Ja, dat wil ik graag doen, Hoogheid. De eerstvolgende hoogmogende notabel is de schout van Scheveningen, tevens schepen van Schavenhagen. Hij was de eerste schout op Scheveningen, de heer Adriaan Koenen van Schildervoort. En we weten, Adriaan, u bent zowel schepen van Schavenhagen als schout van Scheveningen. Maar welke twee functies hoef je nu te schrijven? Nou weet u, Schavenhagen kan niet zonder Scheveningen. Dus ik ben meest trots als schout van Scheveningen. Dat is de belangrijkste kunnen die we allemaal bedacht. Die de zeilwagen heeft ontworpen, Simon Stevin. Simon, hoe is het? Kan deze wagen er rijden? Ja, ik vraag natuurlijk 400 jaar geleden. Toen reed ik Pentrum. Dat is een hele snelheid van 40 km per uur. Ja, we hebben een andere tijdgenoten, we zien zijn tijdgenoten van Simon Stevin, Conven ten Huygens. Conven ten Huygens, de dichter en diplomaat. Natuurlijk. U bent de man van de Scheveningse Weg, weten wij. U hebt zelfs over de Scheveningse Weg een gedicht van 1024 regels. Maar het behoeft op nadere toelichting waarom u nooit op de zeilwagen een gedicht heeft geschreven. Of gaat u dat ook nog goed maken? Ik was eigenlijk van plan dat goed te maken met de volgende regels. Brengt wagens onder een zeil. Daar leeft er nog wel een betakeld bij Stevin en zijn een vorst bereden. Ik geef u niet alleen mijn hagenaars te wachten. Heel Delft en Rotterdam zal ros en rad bevrachten. Om oud nieuw wonderwerk te loeken op het strand. Daar zijn zuidwesterstorm te vliegen over het zand. Dank u wel, Conven. We zullen noteren in de geschiedenis van Scheveningen. Een andere belangrijke man in de geschiedenis van Scheveningen, en nu stomen wij door, wat zeggen wij zeilen door, naar de 19e eeuw, is Jacob Ronk. Jacob Ronk, de man die Scheveningen Bad eigenlijk heeft gesticht met zijn eerste houten badhuis. Jacob, hoe is het nu? Op dit moment. Wat vind je van Scheveningen en hoe kwam je op het idee van het badhuis? Ik kwam op het idee toen ik als Scheveningse reder op mijn buitenlandse reizen in Frankrijk en Engeland daar een bloeiende badcultuur zag. Ik dacht, dit is iets geweldigs om Scheveningen ook op te stuwen in de vaart naar voren. En zien nu eens wat van Scheveningen is geworden. Niet alleen de oudste badplaats, maar ook de grootste badplaats van Nederland. Bravo! Jacob Ronk, echt een visionair en ondernemer. Hij houdt een boek in. En dan hebben wij aan de andere zijde een man die ook een heel belangrijke rol heeft gespeeld op Scheveningen. Want ja, als je op Scheveningen komt banen, is er ook medische bijstand nodig. De eerste badarts op Scheveningen was Johannes Franciscus Domerie. En die hebben we hier ook op de wagen. Dokter.
En dan hebben wij een andere hoogboven, ja eigenlijk de hoogste in rang deze kaart. Koningin Anna Paulowna. Ook belangrijk voor uw majesteit. U stichtte in de jaren 60 van de 19e eeuw de Scheveningse Naaischool voor meisjes. Hoe kwam je op dat idee en waarom geen huishoudschool? Ja, je begrijpt toch wel dat we hier op Scheveningen geen spinazieacademie kunnen hebben. Waar zie je hier spinazie groeien? We hebben alleen maar vis. En die meisjes die zo hard moeten werken aan die nette voeten en al die onomschare klussen, die willen er ook wel eens uitzien als een prinses. Dus naaien is voor hun een prima vak. Dank u, majesteit. Een applaus voor deze koninklijke woorden. Dan moeten er ook nog mensen zijn die het allemaal opschrijven. Historici. En er was één belangrijke knappe hoofdonderwijs op Scheveningen, Johannes Cornelis Vermaas, die twee dikke delen over de geschiedenis van ons mooie dorp schreef. En op hem hebben we hier op de wagen. De heer Vermaas. Dank u wel. Ja, ik ben heel blij dat de zeilwagen weer na honderden jaren op Scheveningen is. Ik heb hem 100 jaar geleden beschreven in mijn geschiedenis van Scheveningen. En ik denk dat het een van de mooiste geschenken is. Een parel voor onze badplaats. Dank u wel, Vermaas. We zijn hier zeer dankbaar. Wel, dan is nu het grote moment aangebroken waarop wij de zeilwagen in gebruik gaan stellen. Dat zal gebeuren door de hoogmogende heren. Prins Maurits van Nassau, de prins van Oranje en de schout van Scheveningen, Adriaan Koenens. Heren, ik zou zeggen, wilt u de prins nog een paar sociale woorden spreken? Landgenoten! Oh, muziek aan. Het is mij groot genoeg om vandaag hier voor u nog een klein woordje te richten voordat ik samen met de schout de vlag ga hijsen en officieel de zeilwagen moet ik zeggen. In gebruik zal laten nemen. Daarna mag u er allemaal een ritje mee van maken. Maar niet dus. Ik ben blij dat ik hier weer mag zijn in dit prachtige dorp. Zelf maakte ik prins Maurits hier in 1602 de blitz. Ik was het beu om altijd maar in een saaie koets of een kalos rond te rijden. Ik dacht, als een schip kan varen, moet dat toch ook op de kade kunnen. En zodoende gaf ik mijn ingenieur en goede vriend Simon Stevin opdracht om een zeilwagen te ontwerpen. Simon Stevin leek mij de aangewezen persoon. Hij woonde niet voor niets in de Haagse Wagenstraat. Dus een zeilwagen moest er wel lukken. En dat heeft hij er inderdaad van gemaakt. Een prachtige zeilwagen. Uniek in de wereld. En uniek voor Scheveningen. Maar u weet, Scheveningen is zelf uniek. Al het leven is begonnen in Scheveningen. Dit strand is de plek waar de vis pootjes kreeg. Op het land kroop, als hagedis de boom insloop en uiteindelijk als aap miljoenen jaren later er weer uit is geplukt. 400 jaar geleden had ik op deze boot 28 vrienden en diplomaten aan boord, zoals Constantijn Huygens. Zonder hem waren wij hier niet geweest, althans dan hadden wij door de duinen hier ons naartoe moeten klunen, want u weet, hij is de architect van de Scheveningse weg. Volgens velen een zegen en tegelijkertijd een vloek. Een aantal andere personen zijn hier ook aanwezig, zoals Jacob Pronk. Die komt zelfs uit de toekomst, want die is eigenlijk 200 jaar te vroeg. Zijn prachtige kledij, misschien kunnen we even laten zien, Jacob, is ontworpen door een ontwerper die weer veel later in de vaderlandse geschiedenis door het leven is gegaan als de hoedster van een ander kledingstuk, de zogeheten Josie-jas. Enfin, 400 jaar geleden bij een stevige bries hezen wij de zeilen, wij reden voor de wind en in een poep en een zucht belanden wij in Petten. Wat een tocht. Echter, er waren twee prangende problemen. Terug konden we niet, want net als in uw tijd met de wind konden we daar niet recht tegen inzeilen. Zodoende moesten wij de terugreis aanvaarden per koets. En daar hadden we er juist zo'n goedelijke hekel aan. Ten tweede gebeurde het vaak bij een veranderende wind dat de zeilwagen bij de verkeerde wind na een paar vlagen de zee inreed, waarmee de tocht voortijdig met een nakpak beëindigde. Dit is op mij als prins Maurits enkele malen gebeurd.
Vandaar het gezegde vorst aan de grond, dat komt daar vandaan. Overigens evenals het schip ingaan, een oogje in het zeil houden, dat soort uitdrukkingen. Allemaal dankzij mij. De zeilwagen was een gouden greep, had veel bekijks, gaf Scheveningen veel beroemdheid. En in die dagen nam ik ook graag op deze zeilwagen vooraanstaande personen mee. Zoals de Spaanse militair Francisco de Mendoza. De ouderen onder u kunnen zich dat misschien nog herinneren. Die had ik zelf gevangen genomen tijdens de slag in Nieuwpoort. En die was mevrouw, wanneer was die? 1600. Terug naar zonde van. 1600. Ook het vermelde waard is dat de keurvorst Frederik en zijn vrouw, de dochter van Jacob II, de koning van Engeland, hier aan boord hebben gestaan. En ook Hugo de Groot, onze beroemde dichter, als 15-jarige een tocht met de zeilwagen gemaakt. En heeft daar ook een gedicht over geschreven. Helaas is de tekst van dat gedicht verdwenen. Maar toen ik vanmorgen opstond bij mijn kist, zag ik nog een paar regels liggen. En die heb ik dus voor u meegenomen op deze historische dag. Hij schreef, nadat hij op de zeilwagen was geweest, Hugo de Groot, welk een liederlijke snelheid, ik kan dit gans nauwelijks behappen. Had ik maar een helm, dan voelde ik me net Max Verstappen. Volgens de geschiedschrijving van onze dorpshistoricus is er nog in 1790 30 gulden uitbetaald aan de heer Cornelis Mooiman voor het waarnemen en verzorgen van de zeilwagen. Daarna is deze houten bolide hopeloos verdwenen, in ouderdom geraakt, in verval. Niemand weet precies wanneer dat is geweest. Misschien weet u het wel, het jaartal. Maar als een sphinx uit de as is hij herrezen, deze zeilwagen. Ziet hem toch eens staan. Is het niet jammer dat er niet meer van worden gemaakt? Het zou toch een oplossing zijn voor het mobiliteitsprobleem wat wij heden ten dagen hebben? Als je vanuit Katwijk of Noordwijk deze kant uit komt met de zeilwagen, waarom niet? Als de wind tenminste goed waait. Maar goed, het allermooiste is natuurlijk dat de eeuwige roem van deze zeilwagen gepaard gaat met een historisch feit. En daar heb ik ook een deel in gehad. En dat ben ik natuurlijk zeer dankbaar voor. De moraal van mijn verhaal, als ik er niet was geweest, stond er hier geen wagen op dit feest. Dus een applaus voor mezelf. Dat zou ik eigenlijk niet willen. Ja. Voordat ik nu de kist weer inkruip, ga ik de wagen officieel in gebruik stellen. Ik dank de makers, ik heb ze hier zien staan. Fantastisch dat ze erbij zijn. En wij gaan de wagen officieel dopen. Dat doe ik samen met Adriaan Koenen. U weet misschien wel, Adriaan Koenen was de man die niet alleen het Facebook schreef, maar hij is ook schout van Scheveningen. Wat zal hij bij zijn? Om op de hand van deze prachtige boot te staan. En hoeveel bomen daar weer voor gesleuteld zijn, meneer Evis. Maar we zijn er blij mee. En we gaan nu de vlag hijsen. En daarna is het officieel geopend. Dan gaan we een prachtig lied doen. Wij hijsen de vlag. En wij zeggen. Wij kopen nu deze zeilwagen. Simon Stinnen. We doen nu Simon Stinnen. En we gaan naast zitten. Dat is makkelijk. En wij wensen u. We zijn er ook bij. Een snelle gang. En goed werken. Groei! Dat luidt op heden, de 12e mei van het jaar 2018. Verschenen voor mij, meester Oudewijnwijk, eerste notaris en schepen van Scheveningen. Tijdens achtereenvolgens de Republiek der Verenigde Nederlanden, de Bataafse Republiek, het Koninkrijk Holland en het Franse Keizerrijk 1. De hoogmogende heer en hoogheid Maurits van Nassau, prins van Oranje, stadhouder en legeraanvoerder van de Republiek der Verenigde Nederlanden. Zo mede de eveneens, maar iets minder, hoogmogende heer Adriaan Koenensson van Schildwoord, Schepen van Schavenhagen en schout op Scheveningen. Zelfs in tegenwoordigheid van de op deze wagen staande getuigen, opgesomd in van tijdelijkheid, Simon Stivin, werktuigkundig ingenieur en ontwerper van de zeilwagen, Constantijn Huygens, dichter en diplomaat en bedenker van de Scheveningse weg, Concordius Constans, drager van het vaandel der Scheveningse schutterij, Jacob Pomp, grondlegger van de badplaats Scheveningen, dokter Johannes Franciscus Dorie, eerste bakkers van Scheveningen, Hare Majesteit Koningin Anna Pomona, oprichter van de Nijsboom Scheveningen en Johannes Cornelis Vermaans, geschiedschrijver van Scheveningen.
en wijders in het bijzijn van vele ooggetuigen op het strand van Scheveningen van heden en verder gekomen. In aanmerking nemende dat een zeilwagen, ook wel genoemd de zeilende zeilwagen, door Prins Maurits en zijn Pol, toen al veel bekend komt, 400 jaar geleden is dat daar komt zijn pandhuis stichten, in het kader het initiatief geplooid voor de bouw van de replica, dat daarvoor dank en hulde wordt gebracht aan de initiële instellingen, Jachtclub Scheveningen, Stichting Behoud Scheveningen en Museum Scheveningen, als ook aan de financiële instellingen, Stichting Initiatief Scheveningen en de gemeente Schapenhagen, zeer vertegenwoordigd door de schouw van Scheveningen, die de voor de bouw benodigde eurofilmenen hebben geformeerd. En meer bijzonder dank en hulde aan de 8 studentgezellen van het Leerinstituut ROC Mondriaan, die onder leiding van vakmeester Leon Rodenburg de zaal feitelijk hebben uitgevoerd. Het resultaat van alles is een zeilwagen van massief eikenhuik uit Noorwegen met een gewicht van 3000 kilogram, een lengte van 7 meter, een breedte van 3,25 meter en een masthoogte van 7 meter. Dat de zeilwagen reeds op 3 maart, 8 maart 2018 officieel en overeenkomstig de traditie werd genomen met zeewier als ook onderwerp van goedkeurend oog is geweest van Hare Majesteit Koningin Maxima van Nederlanden tijdens haar bezoek aan het ROC. Thank you.
kant. Het sturen gaat zo zwaar. Wat wel 100.
kijken. Okay. Het is gewoon een filmkraak, één vreemd kijken. Ik heb er al een. Ik moet op deze tafel kijken. Ja, ik heb aan het kijken.